een heel goed jaar hadden afgelopen jaar. Dit jaar misschien ietsjes minder, maar we gewoon heel solide geplaatst voor de gold. En lastige tegenstander, mooie spin move. Antoine kan de basket. Mooie bal. Er zat wat in, want Marijn gooit dan zijn hoofd naar achter om te suggereren dat hij gigantische klap krijgt. En dan hadden de scheidsrechters heel goed door daar in Hasselt. Oeh, dank! In your face, posterized, Rutherford. Ja, en ik vind dat te veel. Sowieso is het veel. Zo'n ploeg heeft natuurlijk meteen een probleem. Oei, die paas was wel heel open en dan zomaar bij de ring gekomen. Door de week bezoekers uit Mechelen, dat is natuurlijk wat lastig. Maar verder volle bak hier in de 5 mei al. Weer een score van Leiden, weer Hammond. Even opnieuw neerzetten. Oeh, neemt hem niet de kruid of heeft dat drieputje wel in huis, maar schiet hem het liefste uit de hoek. Goeie paas, Antoine, count the basket. Dus er zitten 10 teams in de, meteen een lay-up die goed is voor Mechelen. Er zitten 10 teams in de gold, 10 in de silver en de... Ja, je zou kunnen zeggen, eigenlijk hebben we Van Bouwknecht in de eerste helft ook af en toe dat gezien. Lekker balletje daar, meteen afgestraft. Ja. Jo van Buggenhout die naar kan leiden pushen. Publiek vol erachter. Hier Collins, ook geen ruimte. Oh, moeizaam, gevaarlijk. 3 seconden nog, dan is wel een kolfje naar de hand van Bouwknecht. Oh, count the basket, dat was op het randje. De goede wedstrijden, maar ja, wel meer en meer geblesseerd helaas. Losse bal, dan bij de ring gekomen. Niet zo heel gecontroleerd, maar uiteindelijk toch ingelegd. Ja, er werd weer niet iemand weg. En hier is het Bouwknecht opnieuw. Kan hij er langs? Ja, hij heeft nu wel de ruimte. Open, schot. Nee, ja wel. Hij leek te kort, maar niet. Is nog lang niet binnen voor Leiden. Wel Leiden met het voordeel dat Mechelen in de penalty zit. Oeh, ja, dat is een mismatch. Tegen Lobry. En het is Rutherford die ook op 20 punten komt. Kan Leiden het nog even dicht houden. Beide teams nog met minstens 1 time-out. Hier een fout. Mokubu mag blijven staan voorlopig. En dat is goed nieuws natuurlijk voor Mechelen. Krijgt hier ook meteen weer de bal. Lobry. De ring ingelegd. Iets te makkelijk, iets te snel. Binnen 8 seconden. Kan natuurlijk ook. En dan zijn we dan weer 5 verse minuten. Dus een mismatch vind ik. Maar Mokubu benut hem niet. Ja, gelijke stand. Leiden smort van goed weg. Leiden heeft natuurlijk wel in principe de laatste kant. Oeh, die gaat driven. Wat doe je nou? Wat doe je? Oh, en een steal terug van Hammond of niet? En een fout van Hammond. Dom, dom. En een vreselijk. In 3 seconden zal in principe tekort zijn. Of komt er nog een wonderbaarlijke score van Leiden. Bouwknecht. Schiet hem. Nee, te laat jongen. Je moet zelf. En dan gaat het schot naar kruid op. En een afgrijzelijke. Een blamerende. De nederlaag van Leiden die zich in eigen huis...